Al 9,5 jaar runt Anna Rasouli de Kimura Sportschool. Een jaar geleden gingen die allemaal dicht vanwege corona. En toen braken er voor Anna ook hele moeilijke tijden aan. Maar ze bleef niet bij de pakken neerzitten. Nee, sinds 12 maart met de lockdown kregen heel veel sportscholen en verenigingen het heel lastig. We moesten dicht, we mochten niet meer onze passie uitoefenen. Maar ik ben er niet bij de pakken neer gaan zitten. De afgelopen jaar is er gewoon weinig gedaan voor de kinderen in de wijk. En dat is ook voor mij de reden geweest om naar buiten te gaan. Ik mocht niet binnen lesgeven, dus ik ben buiten gaan lesgeven. Op een openbare veld. En wat een heel groot succes was met de wijk, met de buurtbewoners. Maar ik zei openbaar. Dus het is ook toegankelijk voor iedereen. En het was ook een heel groot succes. En gemiddeld bereikte ik 240 kinderen per week. Je hebt de sportschool van Aad van der Luit overgenomen. Ja. Wat heeft hij jou geleerd? Als 4-jarige ben ik bij hem begonnen. Ja. En Aad die leerde altijd dat je niet moest opgeven. Dus met jullie ook vallen en opstaan. En dat leer je ook door. Dat geef je door aan de jeugd. Je hebt tegenslagen in het leven, maar je sta op en ga door. Weet je, nergens in mijn boek komt ook voor dat ik moet opgeven. Ja, dat heeft Aad mij heel goed bijgebracht. Dat rust is mijn redding. En hou je rust dan. Weet je, met rust. En niet opgeven, doorzetten. Dan kom je er. Maar dat wordt af en toe wel lastig gemaakt. En wat stel je voor? Wat moet er nu gebeuren? Nou, al weken sta ik hier buiten. Al weken sta ik hier alleen les te geven. Het was gewoon noodzaak om 2 weken geleden mijn werk hier neer te leggen. Omdat de partijen hier in Leiden naar voren moesten stappen. En de verenigingen hier op het veld bij elkaar moesten verbinden. Zodat we onder een paraplu vallen. En dat is niet gebeurd. Dus ik was verplicht eigenlijk een noodzaak om mijn spullen binnen in de container te laten. Als klap op de vuurpijl gebeurde er zondag iets heel vervelends voor jou. Wat is er gebeurd op zondag? Ja, het is gewoon een nachtmerrie. Want je spullen zaten in een container hier? Ja, de spullen staan hier in een container die ik gesponsord heb gekregen van Gebroeders van der Putten, waar ik vroeger ook mee gejudo'd heb. Die weten de passie voor de sport, die weten de passie voor mij. De matten staan hier binnen en zondagochtend word ik gebeld met het nieuws dat de container in de fik is gestoken. Ik durfde niet te kijken, maar ja, ik ben toch het gaan doen. En het is echt gewoon, het is verschrikkelijk. Als je nu een oproep zou kunnen doen, zou je zeggen? Laat me niet in de steek. Laat me niet alleen. 9 jaar lang, ja, betekent ik al zoveel voor de stad, voor zoveel kinderen, voor zoveel vechters, voor zoveel judoka's. Dat je zoveel prachtige prijzen behaalt. Kinderen die het Nederlands team hebben behaald. Kinderen die Europa Cup, de World Cup hebben gevochten. Weet je, alles gegeven voor de sport en voor de stad. Je laat me niet alleen.